Na een informatief en open gesprek met leden van de Tweede Kamer is Johan Roser van mening dat het erop lijkt dat Nederland nog niet zo ver is om zijn verontschuldigingen aan te bieden voor het slavernijverleden. Gisteren voerde een delegatie van de Tweede Kamer gesprekken met diverse belanghebbende organisaties in Suriname. Roser, voorzitter van het Nationaal Comité Herdenking Afschaffing Slavernij en Onderzoek naar de gevolgen van het slavernijverleden, zegt dat ook Nederland worstelt met het vraagstuk slavernijverleden. Volgens Roser heeft Nederland zelf de morele plicht om ervoor te zorgen dat er herstel plaatsvindt van zijn eigen slavernijverleden. We kunnen niks eisen, maar het is iets dat door middel van praten, door middel van dialoog, erin moet resulteren dat we elkaar zodanig informeren en in inzichten geven dat er uiteindelijk iets concreet uit komt. We kennen de gevoelens die er in Nederland zijn. We weten hoe de bewegingen zijn in Nederland, maatschappelijk en in de politiek. Hier is het dat we in feite nu pas goed bezig zijn met het slavernijverleden. En dat in het licht van volgend jaar we dus meer en meer werken, meer en meer gaan praten. We zien dat meer en meer mensen zich interesseren voor onderzoek. Steeds meer en meer mensen willen praten over het verleden. En steeds meer en meer mensen beginnen te begrijpen dat, ondanks het feit dat het zo lang relatief lang is, dat de effecten nog merkbaar zijn. Astrid Runs, lid van het Nationale Comité Herdenking Afschaffing Slavernij en Onderzoek naar de Gevolgen van het Slavernijverleden, heeft de Nederlandse delegatie meegedeeld dat de communicatie over dit onderwerp door moet gaan. Bij het bezoek van de Nederlandse premier Mark Rutte aan Suriname in september hoopt Runs dat het Nationale Comité een uitnodiging krijgt. Als de premier van Nederland naar Suriname komt en er wordt een uitnodiging gestuurd naar ons toe als Nationaal Comité, staan wij altijd open. We hebben dat ook aangegeven aan deze delegatie van we hopen en we verwachten ook dat de dialoog verder gevoerd zal worden. Dus van onze kant uit staan wij natuurlijk open. Wij hebben ons 12-tellend programma, dus we zijn zeker bereid om dat met de premier van Nederland door te nemen. Behalve met deze organisatie heeft de delegatie van de Nederlandse Tweede Kamer ook gesproken met de leiding van de Nationale Assemblée. Tijdens dit onderhoud stond het slavernij en koloniale verleden centraal. Parlementsvoorzitter Marinus B. ziet het bezoek van de delegatie als een aanzet om de band tussen beide instituten op parlementsniveau op te bouwen en te verstevigen. Gezien het gemeenschappelijke verleden en de historische band tussen Nederland en Suriname is een samenwerking tussen beide landen belangrijk.